Goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar deze video van fixyeiphone.nl. Mijn naam is Davy Grotere en ik ga jullie vandaag laten zien hoe we de aan- en uitknop van iPhone 4 gaan vervangen. Ik neem jullie mee naar de video. Nou, wat we nodig hebben voor de reparatie van de aan- en uitknop van iPhone 4 is de kruiskopschroeven draaien, een mesje, de plastic connector openen, de pentelobeschroeven draaien en de simkaart ejector. Nou, wat je als eerst gaat doen, is als het nog kan in jouw geval, is de iPhone 4 uitdoen. Anders laat je hem gewoon aan als je aan- en uitknop echt kapot is. Dan gaat hij straks vanzelf uit wanneer je de batterij losmaakt. Oké, we beginnen met de onderste twee pentelobe schroeven. 1, 2, die draaien we eruit. De eerste. En de tweede schroef. Zo, nu kunnen we de achterkant van de iPhone 4 omhoog schuiven. Dan zie je dat hij hier wat ruimte overgeeft. En dan kun je de achterkant verwijderen. Nou, als eerste wat we gaan verwijderen is de batterij. Die zie je hier in de iPhone. En de connector waarmee die op het moederbord vastzit, zie je hier zitten. Die connector zit één schroef in. Die wijs ik nu aan. Die gaan we eruit draaien met de kruiskopschroef draaien. Het is magnetisch, kijk, want de schroef blijft eraan zitten. Ja, een uitknop reparatie is best een lastige reparatie. Je bent er ook wel ongeveer een half uurtje mee bezig. Nou, nu kun je de connector loswippen. Doe dit heel voorzichtig dat je geen weerstandjes op het moederbord eronder raakt. Zo, hij is los. Dan kunnen we de batterij eruit halen. Er zit altijd iets vastgeplakt, dat hoor je ook. Komt hij al. Hier zit nog een ijzeren clipje onder. Die gaan we voorzichtig weghalen. Kijk. Hier is het clipje. En nu gaan we vast alle schroeven eruit halen die we straks die we eruit moeten schroeven. Het zijn in het wifi schild. 1, 2, 3, 4, 5 schroeven. Ik begin bovenaan. Dat is de eerste. Deze schroef is heel belangrijk, die zorgt voor de wifi-verbinding. Die ga ik ook niet helemaal los schroeven, ik maak hem alleen los, dat we hem er straks uit kunnen halen. Dus de tweede schroef, die draai ik alleen los, die haal ik er niet uit. En de andere vier schroeven wel. Zo, het wifi-schild van de iPhone 4 is nu los. Nu zien we hier een beschermhoesje op de dock connector. Die loopt hier langs. Die zit hier op het moederbord vast. Dan gaan we de twee schroefjes uitschroeven. Dat is 1. En 2. En nu kun je hem zo afpakken. In de box zitten twee schroefjes. Hier zit er eentje en hier onder het kabeltje. Die wat onder het kabeltje zit, laten we nog even zitten. Aan de achterkant kunnen we vast eruit schroeven. Nou, hier zit de waterschade-indicator. Als het goed is, is die bij jou wit. Tenzij die met water in aanraking is geweest, dan is die rood. Ik zet mijn schroevendraaier erin. En ik schroef hem maar uit. Nu gaan we het wifi-schild eruit halen.
Als je goed kijkt, zie je dat hij met twee kanten hier en hier vast zit. Als je hem ietsjes losmaakt, die kant iets hier, komt hij al. Kijk, je ziet dat hier de schroef er nog in zit. En aan de onderkant zie je dat er een ijzertje zit. Dat ijzertje is heel belangrijk, dus let goed op dat het ijzertje niet eraf gaat, want die zit er los opgedrukt. Maar anders heb je geen wifi-verbinding meer na de reparatie. En dat zou vervelend zijn. Hier zit de dock connector kabel. Die halen we voorzichtig aan deze kant weg. Met de plastic connector openen eronder. Dan zien we hier dat ik daaronder, er zitten allemaal weerstandjes. Zodat je deze niet beschadigt of kapot maakt wanneer je de connector losmaakt. Dan kun je problemen krijgen met het opladen. GSM antenne halen we voorzichtig los. Dan zien we hier nog een schroef zitten aan de linkerkant onder de kabel wat ik net heb gezegd. En hier helemaal bovenin zit ook nog een dikke schroef. Ik kan hem misschien wel even iets beter laten zien. Hier zit hij. Dan gaan we er allebei uitschroeven. Zo, dan zien we hier 5 connectors op het moederbord vastzitten. De eerste connector is van de voorcamera, de tweede connector is van de aan- en uitknop die we tevens gaan vervangen. De derde connector is van het audiosysteem en hier zien we een connector van het LCD en van het touchglas. Ook hierbij heel voorzichtig op het moederbord met de plastic connector openen, zodat je geen beschadigingen aan de weerstanden maakt op het moederbord. Dan ben je nog verder van huis. Zo. Nu moet je niet vergeten de simkaart eruit te halen, want anders kan je moederbord er niet uit. Gebruik je de simkaart ejector voor. Moederbord en een geluidsbox en een GSM-antenne. De GSM-antenne zit tevens op de geluidsboxen vastgeschroefd. De trilmotor kan je gewoon laten zitten. Om het even te laten zien. Het zit hier de aan- en uitknop vast. Met hier zit een schroef en hier zit een schroef. En de aan- en uitknop knop helemaal hier langsheen. Tot en met hier het gouden vierkantje, dat is de luidsprekermicrofoon voor als je handsfree belt. Deze twee schroeven gaan we losschroeven. Dus 1. En de tweede schroef gaan we ook verwijderen. Daar is hij. Oké, dan zien we, om even goed te laten zien, zien we de andere knop. Die zit hier. En die zit vast hier met het plasticje. En aan de aan- en uitknop zit ook de speaker vast. Met die twee rode stipjes. En de luidsprekermicrofoon. En aan de andere kant zit de proximity sensor. Dus eerst gaan we het plasticje eraf halen. En als je dan de plastic connector open en erachter zet, dan trek je alles voorzichtig uit. Nou, de luidsprekermicrofoon die zit hier precies bij het audiosysteem in het hoekje, dat is het gouden vierkantje. Die moet je voorzichtig met het mesje. Ga je erachter. Nu zit iets geplakt. En je moet eigenlijk dat plakspul laten zitten. Zodat je straks je nieuwe kabeltje gelijk weer tegenaan kan plakken.
dit is het kabeltje. Nou, wat je nu kunt doen is, wat je nu moet doen, is het deze kun je eraf halen. Dan moet je bewaren voor een nieuw knopje. Deze zorgt dat de proximity sensor wordt aangedrukt. Dat moet je bewaren. De luidspreker, als je die moet vervangen, kun je die alleen afhalen. Je moet weer op het nieuwe kabeltje. En wat belangrijk is op de luidspreker, is een klein zwart rubbertje. Die haal je eraf. En die plak je weer op je nieuwe luidspreker. Aan de andere kant zit nog een heel belangrijk filtertje. Laat hem even goed zien. Die moet je eraf halen. En op je nieuwe kabeltje zetten. Anders doet je proximity sensor het niet. En dat betekent als je belt dat je dat je beeld niet weggaat. En dan druk je allemaal knoppen in. Oké, dat is dit filtertje. Dus die plak je op de rechterkant, niet op de witte. Maar op de rechter. Nou, als je alles weer teruggezet hebt op je nieuwe kabel, monteer je alles er weer in en je aan- en uitknop werkt weer. Bedankt voor het kijken naar de video van fixyourivo.nl en ik wens je nog een fijne dag.